Met het doorknippen van een reuzenstrik is de bus vandaag officieel in gebruik genomen. De subsidie voor de bus is voor de komende 3 jaar gegarandeerd. Het gaat hier om een lijn 47 die niet meer haalbaar is met professionele krachten. Het werd gewoon veel te duur. Er waren te weinig reizigers. Nu doen we het met vrijwilligers. En dan zie je dat je voor een fractie van de oorspronkelijke prijs zo'n lijn toch in stand kunt houden. En dat is heel belangrijk voor met name de ouderen in Leidschendam-Voorburg. 5 keer per dag rijdt de bus van Leidschendam-Zuid naar Leidschendam-Noord en terug. 20 vrijwilligers zorgen ervoor dat de bus kan rijden. Dit is voor mij een heel klein busje, dus ik heb met grote interlijners gereden. Dus dit is voor mij kinderwerk een beetje. Maar ik vind het erg leuk om na je pensioen dus nog wat te blijven doen. Wie lid is van Stichting Woei betaalt 1 euro per rit. Niet dagelijks gebruik van, want ik fiets nog gewoon. En dus dat gaat wel, krijg geen auto. Maar als het echt slecht weer is en ja, je moet ergens naartoe, ja, dan zal ik er zeker gebruik van maken. Ja. Met minimaal 8 passagiers per dag blijft de bus rendabel.